Ik ben Jurjen Boomsta, maagdenbelevaarts in het LUMC. Mijn aandachtsgebied is met name interventionele endoscopie, maar ik doe ook diagnostische endoscopie. Inmiddels ben ik 5 jaar maagdenbelevaarts en doe ik ongeveer 400 tot 500 scopieën per jaar. CADeye is het AI-systeem van Fujifilm. En zoals je hier kunt zien, bestaat al uit een klein kastje wat je vrij gemakkelijk bovenop de bestaande modules van Fujifilm kan plaatsen. In dit kastje zit een soort van computer. En die computer heeft ongelooflijk veel beelden van dikke darmpolypen. En als je een dikke darmonderzoek aan het doen bent, dan vergelijkt hij eigenlijk die beelden met de beelden die hij heeft opgeslagen in die computer. En daar geeft hij een bepaald oordeel over. En dat kastje dat bestaat uit een aantal onderdelen. Dus een computer met heel veel beelden. Daarnaast zit er een videomodus op, dus je kunt alles wat je kunt opnemen. En je ziet hier een USB-uitgang. Als je dan die video's hebt gemaakt, kun je die middels een USB-systeem ook weer van het apparaat afhalen. CADeye ondersteunt dus eigenlijk tijdens een dikke darmonderzoek in het detecteren van polypen en ook in de klassificatie van polypen. En het ultieme doel is natuurlijk, als je een polyp klassificeert, dat je hem uiteindelijk anatomateus of hyperplastisch noemt en dat dat zo ongelooflijk betrouwbaar is dat je wellicht kunt afzien van het sturen van de polyp naar de patholoog-anatoom, wat nu eigenlijk nog gangbaar is. De grote voordelen van CADeye die liggen in het feit dat het systeem je helpt bij de detectie van polypen. Dat betekent dat als je het terugtrekt bij een dikke darmonderzoek, dat het je heel erg ondersteunt in het herkennen van voornamelijk die kleinere polypen die je misschien zelf over het hoofd hebt gezien. Dat weten we natuurlijk ook uit wetenschappelijk onderzoek, waarbij er zogenaamde back-to-back scopieën zijn gedaan. Waarbij wij als endoscopisten toch 15 tot 20% van die kleine polypjes kunnen missen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je de dikke darmwand goed in beeld brengt. Maar CADeye kan je daarbij helpen die kleine polypen juist te detecteren. Ander groot voordeel is dat als jij laat in de middag ook nog een coloscopie doet, dat die net zo scherp is in CADeye als dat die 's ochtends om 8:30 of 9:30 is. Waar je als endoscopist toch enige vermoeidheid kunt ontwikkelen in de loop van de dag. En dan kan die CADeye je ook gewoon heel goed ondersteunen in het herkennen van die kleinere polypen. Mijn ervaring met de detectiebodus is gebaseerd op een 10 tot 15 dikke darmonderzoeken die ik tot nu toe gedaan heb met de AI-modus. Als je die CADeye wil gebruiken, zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, denk ik. En de allereerste is dat de dikke darm echt schoon moet zijn. Want als je de detectiemodus aanzet, dan zul je merken dat als er een ontlasting in de darm nog zit, dat die afgaat ook op de kleine korreltjes die daar nog liggen. Dus allereerst moet je de dikke darm eigenlijk heel goed gereinigd hebben. Vervolgens zet je die CADeye-modus aan. En wat je zult merken, is dat CADeye vrij gevoelig is en dat je heel vrij snel dat de detectiemodus aanspringt. Nou, als hij dan aanspringt, dan ben je best wel gefocust op het gebied wat hij aangeeft. Als je dan een detail op inzoomt, dan kan het zijn dat het inderdaad een overshoot is en daar niks aan de hand is. Maar soms is die CADeye ook gewoon sneller dan jouw eigen oog. En zit daar inderdaad een heel klein polypje wat je dan vervolgens weg kan halen. Dat maakt ook zo'n CADeye systeem, als je een minder geoefend oog hebt, dat die sneller kan zijn dan jouw oog. Dus dat die je dan echt kan helpen om aan te geven waar zo'n klein polypje zit. Als je dus een beginnend scopist bent, kun je daar ontzettend veel voordeel mee doen. Want daarmee kun je dus je eigen oog trainen in het herkennen van die kleine dingen. Waarbij die AI je dus eigenlijk heel erg mooi ondersteunt. Mijn ervaring met de karakterisatiemodus is dat je heel erg gefocust bent om de polyp die je hebt gedetecteerd in de detectiemodus heel goed in beeld te brengen. Dat is namelijk heel belangrijk. Wat je moet doen als je hem in een wit lichtmodus of in de LCI-modus hebt gedetecteerd, dat
je hem overzet naar de peer line modus. In die peer line modus zit de karakterisatie. Vervolgens breng je hem heel erg goed in beeld. Dat betekent dat je het beeld scherp moet hebben, dus je beeld stil moet houden. En dan heeft het systeem enkele seconden nodig om zijn oordeel te geven of die polyp neoplastisch is of hyperplastisch is. Dat kun je ook zien. Het systeem geeft ook aan dat hij aan het nadenken is. Namelijk, je ziet groene balkjes verschijnen. En als hij 3 groene balkjes heeft, dan volgt eigenlijk automatisch ook de klassificatie. En dat lijkt een vrij robuust systeem tot nu toe. Want dat polypje is hier verwijderd. Als je dat vervolgens naar de patholoog stuurt, dan is de neoplastische polyp ook echt een adenomateuze polyp. De user interface, daar is goed over nagedacht. En is denk ik heel erg gebruiksvriendelijk. Namelijk, je behoudt de kwaliteit van je endoscopiebeeld. Dus hij legt er geen bepaalde laag overheen. Je pixels worden niet anders. Nee, hij gebruikt echt je endoscopisch beeld om AI mee op toe te passen. Dat betekent dat als je in een detectiemodus zit en je ziet dat systeem herkent een polyp, dan zal je dat herkennen aan een vierkant raamwerkje wat hij dan onder de polyp plaatst. En daarnaast zie je eigenlijk een soort van rondje om het beeld wat je ziet. Dan de Visual Assist Circle. Dat hij dan ook een polyp detecteert. Hij geeft daarbij ook aan in welk kwadrant hij die polyp detecteert. Ik ben zelf helemaal gefocust op het endoscopisch beeld. Waarbij ik met name dat vierkante blokje zie. En dat probeer ik dan scherp echt in beeld te brengen. De Visual Assist Circle is misschien wel heel handig voor je endoscopieverpleegkundige. Want die worden dan ook getriggerd. Want daar zit het polypje en dat zit inderdaad in het bovenkwadrant. En daar gaat hij nu ook op af. Maar zelf als endoscopist ben ik zo gefocust dat ik dat niet eens zie. Maar wel op dat vierkante beeldje. En daar ga je op af. Daar breng je scherp in beeld. En dan vind je naar het polypje zit. Schakel je over op de karakterisatie. CatEye ondersteunt met name. CatEye ondersteunt je in de detectie van polypen. Waarbij je het je eigenlijk ongelooflijk scherp maakt op het herkennen van de kleinere polypen. Hij is ongelooflijk gevoelig. Dus als je die box in je beeld krijgt, dan ben je daar ook op getriggerd. En dan ga je dat gebiedje in die dikke darm nog een keertje extra goed bekijken. En soms is hij dan ook sneller dan je eigen oog. Ik denk dat er ook een enorme meerwaarde zit bij de beginnende scopisten. Mijn assistenten zien die polypen wat minder snel dan ik dat doe met een heel getraind oog. En het ondersteunt hen in het herkennen van die polypjes, waarbij je dus je eigen oog ook nog een keer getraind. Ja, dat denk ik wel. Het triggert je namelijk enorm om bepaalde delen van die dikke darm, waar je misschien zelf wat sneller overheen kijkt, nog beter in beeld te brengen. Want als jij een detectiebox ziet verschijnen, dan geeft dat echt een trigger om het gebied nog beter in kaart te brengen. Waar je normaal gesproken misschien snel had langsgetrokken, zonder dat kleine polypje te herkennen. Dus ja, ik denk dat je ook als ervarenscopist kan helpen bij de detectie van polypen. Waarbij, wat ik ook al eerder heb aangegeven, een systeem is dat nooit moe wordt. Ook als ervarenscopist word je na 6-7 uur scoperen, word je moe. En dit systeem niet, en kan je dan ook juist bij de scopie in de latere middag heel goed ondersteunen. Maar het blijft dus een ondersteunende techniek, het vervangt jou niet. Ja, ik denk dat elke MDL-arts CatEye kan gebruiken. Het ondersteunt je namelijk in het detecteren van polypen en het klassificeren van polypen. Het is een soort van computerspel wat je aan het spelen bent. En als endoscopist wil je altijd beter worden. En in het streven naar beter worden kan CatEye je ongelooflijk goed helpen. Namelijk, als ervarenscopist probeer je eigenlijk beter te zijn dan CatEye. Dus het stimuleert je enorm
om zo'n dikke darm goed te inspecteren en wat uiteindelijk leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de endoscopie, wat uiteindelijk ook weer een heel groot voordeel heeft voor een patiënt. Dat is voor de ervaren scopisten. Als je gaat over de beginnende scopisten, in niveau en de leercurve van een beginnende scopist door je cat-eye enorm versneld raakt. De cat-eye traint jou namelijk in het herkennen van kleinere polypen. En dat gaat veel sneller als je iemand hebt, dat was vroeger natuurlijk een maagdelijkarts, die naast je stond en zei van, hé, daar zit een polypje. Dat kan nu overgenomen worden eigenlijk door dat cat-eye systeem. En dus worden die beginnende scopisten veel sneller getraind in het herkennen van die polypen. Ja, de voordelen van de patiënt lijkt me evident. Namelijk als je meer polypen kan detecteren, verklein je de kans dat je polypen hebt gemist. En verklein je dus de kans hopelijk op intervalcarcinomen. Het ultieme doel is dat de kwaliteit van die dikke darmonderzoeken zo erg omhoog gaat dat je waarschijnlijk ook die surveillance termijnen voor patiënten hopelijk in de toekomst kan gaan verlengen. CADI kan daar een rol bij spelen. Maar als je de kwaliteit van je scopieën dus dermate verhoogt en kleine afwijkingen die je misschien zou missen normaal gesproken, dat je die nu wel vindt en kunt weghalen, dan denk ik dat een patiënt niet na 3 jaar terug moet komen, maar bijvoorbeeld na 5 of 7 jaar. Dat is allemaal toekomstmuziek, maar het belangrijkste is dat het leidt tot een verbetering in kwaliteit, wat uiteindelijk ook echt zijn impact heeft op een patiënt. CADI is denk ik een heel gebruiksvriendelijk systeem, dat je heel goed ondersteunt en detectie en klassificatie van polypen. De toekomst is altijd lastig te voorspellen. Het allerbelangrijkste is dat we ook daadwerkelijk aantonen dat CADI je verder helpt. Daar zijn de eerste aanwijzingen voor in de wetenschappelijke literatuur. We zullen dat verder moeten onderzoeken of inderdaad die CADI leidt tot een kwaliteitsverbetering van je dikke darmonderzoek. De verwachting is dat zo is, omdat je zeker ook voor ervaren scopisten een soort van competitie aangaat met de computer, waardoor je meer detecteert en dus dat daar patiënten ook een voordeel mee hebben. Dat zou ook de reden zijn, als die wetenschappelijke studies er komen en er zijn, dat leidt tot een hogere polypdetectierate, een hogere adenoomdetectierate, dat in de toekomst de standard of care wordt.